Hij weet het nog niet. Hallo! Hey! Maar ik weet niet wat erin zit. Wat zit erin? Wat zit erin? Hey allemaal! En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En het is tijd om de deur uit te gaan, want ik ga naar zangles. En ik heb er zin in, dus let's go! Daar is hij weer, jongens, mijn schatje. En in de vorige video heb ik natuurlijk echt heel veel over mijn auto gehad. Maar, zo, heeft iemand anders in mijn auto gereden? Ik ben zo autistisch met een stoel, jongens. Als ik iets anders voel, dan denk ik gelijk van, het zit raar, maar goed. Maar wat ik wilde zeggen, ik heb nu een gesprek met iemand over misschien een uitlaatsysteem die onder mijn auto komt. Ik wilde het eigenlijk al heel lang gewoon altijd al doen, maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Ik dacht van, ja, en... Ik vind het zonde van het geld, omdat het zeg maar, hij klinkt al gewoon heel goed. Maar ik dacht, ik heb er nu een nieuwe turbo in gezet, dus ik ga deze auto voorlopig nog echt wel houden. Dus ik dacht, waarom ook niet gewoon een ander uitlaatsysteem? Dus ik heb een beetje lopen informeren, jongens, maar ik denk dat het wel heel dik is. Als ik gewoon een volledig uitlaatsysteem, downpipe erin. Ik denk dat die dan zo grof gaat klinken, jongens. Maar goed, ik ben het nu een beetje allemaal aan te checken wat het gaat kosten en of het dik wordt en zo. Maar ik hou jullie op de hoogte. Ik ben nu in Amsterdam, bij de garage waar ik zeg maar zangles heb. Maar kijk even wat hier staat. Holy shit, jongens. Echt een hele lijpe M4 met M-performance allemaal. Dikke spoiler. Holy shit. Ja, ik weet het niet, jongens. Als ik een M4 zou kopen, zou ik denk ik niet zo'n grote spoiler erop doen. Maar hij is wel echt lijp, jongens. Helemaal verlaagd. Goh, wat je allemaal met zo'n auto kan, hè. Bizar. Zo, jongens. Dat was hem weer. Zanglessen zitten weer op. Weer lekker een nummertje gedaan. Ik heb het deze keer niet gefilmd. Maar ik heb een boek van hem meegekregen. Want wat ik ook vorige keer allemaal zei, zeg maar. Het zijn eigenlijk allemaal trucjes, zeg maar, met zingen, weet je wel. Bijvoorbeeld als je... Ja, ik kan het elke keer wel proberen uit te leggen, maar het heeft te maken met klanken. Sommige klanken kan je stem gewoon wel en sommige klanken kan je stem gewoon niet. En dat staat allemaal in dit boekje, waardoor je een beetje, ja, eigenlijk is het gewoon één groot zangtrucenboekje. Maar goed, ik ga weer de auto in, want ik ga richting Rotterdam en ik ga gezellig bij Gio langs. Let's go! Ik heb trouwens de laatste dat ik aan jullie in de vorige vlog had, heb jullie natuurlijk verteld over dat ik weer nieuwe muziek heb gemaakt en allemaal andere nummers weer. Maar als jullie nou naar Spotify gaan en mij volgen op mijn Spotify, ja, ik wist ook eigenlijk eerlijk gezegd niet dat je echt mensen kon volgen op Spotify. Maar ga even naar mijn Spotify, volg me daar en dan krijg je gewoon een melding als ik een nieuw nummer heb gedropt. Oh, dan krijg je gewoon een melding als ik een nieuw nummer heb gedropt. Dan hoef je niet steeds te pre-saven of dat soort dingetjes, weet je wel. Dus ga naar mijn Spotify, linkje staat ook in de beschrijving. En volg me op Spotify, zou ik heel erg nice vinden. En als je dan toch bezig bent, druk dan ook eventjes op de abonneerknop hier beneden. Want we gaan richting de 200.000 abonnees. Holy shit, jongens. Echt, het blijft zo lijp. Ook als ik nu al gewoon naar mijn abonnees kijk, 182.000 heb ik of zo. Hoe ik dan begon en dat ik ooit een keer een nummer heb gemaakt met 10.000 voor de mensen die mij echt al lang volgen, die weten dat ook wel. Dat ik gewoon 10.000 abonnees heb en nu gewoon 182.000, jongens. Bizar. En sowieso bedankt naar jullie, want ja, door jullie heb ik zoveel abonnees, want jullie zijn het. Ik werd net gebeld door Ricardo en die heeft een huisje geboekt bij, in Rotterdam bij Kop van Zuid. Daarvoor heb je zeg maar een huisje, het zit zeg maar licht op het water en je hebt daarvoor een jacuzzi. Dus we gaan daar dus blijkbaar gewoon slapen vanavond en Ricardo neemt voor mij een zwembroek mee. Volgens mij weet Gio van niks. Ik heb verder ook geen idee, maar het klinkt allemaal heel erg leuk, dus we gaan het zien. Ik ben nu bijna bij Gio, dus we gaan het zien, jongens. Daar is de camera. Ja, de camera, jongens. Ik kom hier net binnen en Gio zegt zo, hij was ook aan het filmen en opeens zit hij zo... Yo, waar is je camera? Ik dacht, misschien heb je het opgegeven of zo, het vloggen. Nee, ik ben nog steeds bezig, maar inderdaad. Hoezo zou ik het opgeven dan? Oh, je wilt het nu gaan opgeven? Hoezo zou ik het willen opgeven dan? Ja, weet ik veel. Hoezo, wil je nu dat ik je beledig of zo? Nee, maar zo... Nee, ik dacht, je had het opgegeven. Nee, wat? Ja. Zo kan het. Oh, maar jongens, wat ik dus al zei, wij hebben vanavond een verrassing voor Gio. Ja. Hij weet het nog niet. Spannend. Heel spannend. Maar goed, we gaan eerst even naar de supermarkt even wat dingetjes halen. Ja. Stefan die belde mij net dat hij een video aan het opnemen is dat hij dus bij allemaal verschillende YouTubers gaat eten of dat hij gewoon eten krijgt. Maar Julia is ook mee, dus ik heb voor Julia een pot augurken gekocht, want ik denk dat zij wel een type is die dat echt heel erg lekker vindt. En ik heb voor Stefan, zo'n van die Smarty toetjes van vroeger, die vond ik zo lekker. Maar als het goed is zijn ze er nu, want ik zag koplampen. Even kijken hoor. Hey. Oh ja, kijk, hier, daar zijn ze. We gaan ze laten schrikken. Ja, helemaal geschrokken, hè? Even weg. Hoezo? Unsubscribe. Anti-subscribe. Ja. Anti-subscribe op jou. Nee, op jou. Ik heb iets heel lekkers voor jou gehaald. Maar dat krijg je zo. Nee. Heb je iets eigenlijk eens liefs
niks voor mij gedaan. Ja, ik heb echt serieus... Je ziet er goed uit, ik ben een small puppy. Goed, hè? Goed gedaan. Ja, dank je. Sixpack naar kracht. Jij bent ook goed bezig, hè? Met, ja, met sport. Ik heb altijd hele grote dingen aan. Oh, ja, maar ik wil ook. Het best voor je uit. Ja, maar ik kriebel. Oh, echt waar. Ja. Heb je tevreden gemaakt? Je hebt me tevreden gemaakt en ik wil je nog één keer mijn tieten raken op die manier, alsjeblieft. Oh, wil je nog lukken mij te raken? Wil je nog één keer mijn tieten raken? Word je niet zenuwachtig, zeg maar, met twee camera's zo op je gericht? Nee, ik vind het te weinig zelfs. Bij jou kent het toch niet, man. Ik ga er nog één keer doen. Nou, moet je lachen, hè? Het is gewoon dezelfde camera en... Ja, meer views. Ja, sorry. Julia zegt dat het anti-subscribe. Ja, anti-subscribe. Ga weg, ga weg. Ga jij weg? Ja, ik ga ook weg. We zijn aangekomen bij de huisjes, jongens. Kijk eens eventjes. Och, kijk dan. Het is echt heel grappig. Alles is van hout. En hier heb je een bed. Zo. Die is dicht. Hier heb je een badkamer. Hier is een bad... nou is een badkamer. Maar kijk hoe leuk, jongens. Hier heb je dus ook een bed. Ja, dat is... Ja, het is wel een twijfelaartje, maar extra gezellig. Maar kijk, jongens. Dit is dus echt het beste. Kijk dit. Holy shit, jongens. Gewoon een jacuzzi zo op het water. Want kijk, het is natuurlijk... Het zijn eigenlijk gewoon drijvende bungalows. Kijk. Daar is zeg maar de steiger en je ligt gewoon op het water. Ik ben een beetje zeezien. Ja, dat is wel echt, jongens. We kwamen hier al aan. En het is zeg maar echt... Het wiebelt heel erg. Echt heel erg. Ja, zo zie je het inderdaad, kijk. Je moet hier niet zitten als je... Nee, als je zeeziek bent, moet je hier inderdaad niet zitten. Maar kijk eens jongens, dit is echt helemaal top. Dit kan je ook nog uitklappen zo. En dan kunnen we gewoon lekker vanavond hier chillen. We hebben ook een kratje bier. Alleen, ik mag niet drinken. Bijna jongens mag ik weer gezellig een biertje pakken. Maar kijk, het is wel echt vet jongens. Kijk, hier zie je dus Kop van Zuid zo op de achtergrond. Heel dik. Ja, dat heb je goed geregeld, Rika. Ja, dat is goed gedaan. Dat heb je goed geregeld. Ja. Ik had alleen geen zwembroek bij me. Dan ga je je blote pik. Doe eens even normaal. Ja, weet je, als ik mijn blote pik erin leg, stroomt wel de jacuzzi over. Oh, jongens. Nee, ik ga even mijn zwembroek aantrekken. Nou ja, Rika heeft volgens mij... Jij hebt een zwembroek voor me meegenomen, ik toch? Ik heb een XXS voor je meegenomen. Oh, nou, perfect. Aangezien je van kratje naar sixpack. Ja, ik ben nu echt een slanke jonge man. En... Dan laat je dit gewoon in. Ja. Je moet gewoon wegpiepen. Ja, ik ga het gewoon wegpiepen, ja. Let op. Wat? Ik zeg, dat is mij niet voor mij. Oh. Jongens, kijk. Ik had net een Insta-story gemaakt dat we dus hier zijn. Maar aan deze kant, even kijken. Hier zo woont Danny. En ik had dus een Insta-story gemaakt. Opeens hoor ik echt zo van... Opeens word ik gebeld. En ik hoor zo van... Hey, slaap jullie in het huisje? Ik zeg, ja. Dan zegt hij, hey, kom ook. Helemaal blij. Dus die... Dus Danny komt er ook zo aan. Kijk. Danny woont hier. Hij kan easy lopen. Hij komt met een scooter. Hallo. Kijk uit dat ik niet uitglijd. Hallo. Hij flikkert echt water in. Hey, Dennert. Maar kan je hem hier stilzetten? Wat? Hang af. Nou, Dan, welkom. Ik ga erin. Ga jij er even lekker in plonsen hier. Oh, pik, hij is fucking warm. Ja, hij is 40 graden zo. Zo, pik. Hey, dit is een zieke thumbnail. Doe even arm omhoog of zo. Ja, je bent echt net Gio. De jacuzzi is dicht en wij gaan lekker slapen, jongens. Want het is Ga je mij nu koud. Één ding beloven? Ja. Is dit het einde van je vlog? Nee. Niet? Nee. Oké, dus zeg maar het volgende shot is als je morgen wakker wordt. Ja. Ga je dat water in springen? Weet ik niet. Volgens mij is het echt fucking koud, het water. Ga jij het water in? Ik weet het nog niet, man. Oh, jongens. Nou ja, ik zie jullie morgen. Wij gaan lekker slapen. Goedemorgen! Hey! Goedenavond! Zo jongens, wij hebben lekker geslapen. Ik heb samen met Rika in dit bedje geslapen. Maar, het is echt een twijfelaartje. Nee. Ik heb echt niet goed geslapen, want ik lag de hele tijd tegen Rika aan. En dan stootte Rika mij weer aan en ging weer aan mijn pik zitten. Het is echt irritant. Holy shit. Ah. Maar kijk eens jongens, het wakker worden, dat is wel even mooi. Het is wel mooi, ja. Dezelfde kleren aan als gisteren, want ik had niet verwacht dat we hier zouden blijven staan. Wow, joh. Ja, aan de ene kant heb ik wel zin om erin te gaan of zo. We kunnen toch eerst ontbijten, even lekker koffertje klappen, springen we daarna piemelnaak erin. Ja. En dan gooien we even een snelle toe. Oh ja, de lekkage. De douche staat aan. De douche staat aan, inderdaad. What the fuck? Zo is het Danny gedaan. Oh ja, hoe zijn we naar huis gegaan? Het is goed te staan. Wat doen?
Het is weer een mooie dag vandaag. Het zonnetje schijnt en dan ben ik vrolijk. Kijk jongens, zo zien jullie een beetje van de afstand hoe het eruit ziet waar we hebben geslapen. Kijk, het zijn allemaal een soort van bungalowtjes op het water. Hallo en welkom bij de meest decadente kat van het huishouden. Dit is Pookie en Pookie moet per se uit de kraan drinken en vindt de waterbak niet genoeg. Is dat... Hij is mij heel dom aan het kijken nu. Wat is het nou? Pookie, weet je hoeveel het kost Pookie. Van een lopende kraan? Betaal jij ook de rekening, Pookie? Ja, Pookie. Kost alleen maar geld, jij. Ja, joh. Hè? Zonder schaamte, gewoon doorgaan. Zonder schaamte. Kijk, moet kijken. Fuck. We zijn even met scheurtje aan het rijden, jongens. Maar ja, nou ja, gewoon even met scheurtje aan het rijden. Nou, dit is niet gewoon even rijden. We zijn die auto gewoon even aan het wegtrekken. Kijk, je ziet die witte streep nu op die banden, zie je dat? Oh. Scheurtje blijft wel echt een kanon. Jezus. Zo, jongens, we hebben het overleefd. Hij gaat ook niet meer op slot. Je hebt die pot geramd. Oh, er stond een pot daar. Ja, oh. Kom, we gaan met die van mij driften. Nee, ik kan niet driften. Ik heb vierwiel. Ik kan hier niet driften. Kun je niet twee wiel aanzetten? Nee, met vierwiel kan je niet driften. Helaas. Ja, kom gewoon met de Ferrari gaan. Ik zit weer in de auto onderweg naar huis. Maar het was echt gezellig, jongens. Echt een soort van leuke, spontaan iets. We wilden gewoon... Ik ging eigenlijk gewoon naar Gio om gewoon te chillen. En toen opeens gingen we in een huisje slapen. Met zo'n jacuzzi dus in de voorkant. En we gingen lekker uit eten. Dus het was echt een leuk, gezellig, spontaan ideetje. Maar wat ook wel erg leuk is, ik ga nu richting huis. En dan ga ik gezellig met mijn moeder lunchen. Want mijn moeder die was volgens mij in Amsterdam. En die vroeg, wie wilt er met mij lunchen? En ik dacht... Nou, ik vind het gezellig met mijn mama lunchen in Amsterdam. Maar misschien wel eventjes langs huis, want ik wil wel even omkleden misschien. Want ik voel me een beetje smerig, omdat ik ook dus de kleren van gisteren aan had. En dan ga ik daarna, gezellig, richting Amsterdam. Een lunchje met mama. Hey, helemaal top! Daar zitten we weer bij Van Dam. En deze keer met mama! Hallo! Oh jongens, we zitten weer lekker buiten. Ik vind het zo tof hier. Ik zeg vorige keer ook, als je hier bij Van Dam zit, kan je gewoon lekker een beetje auto's kijken, mensen kijken. De kerstverlichting is niet zoals... Kerstverlichting. Is het altijd zo? Weet ik eigenlijk niet. Maar het ziet er wel leuk uit. Doei doei! Hats! Oh, hè? Hoe laat is het? Reun is niet meer thuis, hè? Half drie. Oh, nee, ik denk okay. Niet. Doei! Doei, schat! Zo, dat was weer hartstikke gezellig met mijn moeders. En nu ga ik weer zo mijn auto zo hier omdraaien. En dan zet ik hem zo in de parkeergarage hier. En dan ben ik weer boven. Ja, zo makkelijk gaat dat gewoon. Dat is niet normaal, hè? Ik had het er vanmiddag over met Gio. En ik zat er een tijdje al over na te denken. Want ik merk gewoon dat met weekvlogs, dat het zeg maar net niet persoonlijk genoeg is. En dat ik zeg maar net niet de dingen film die ik op een dag doe. Weet je, het is allemaal een beetje net half. En ik zat er dus over na te denken om misschien te gaan dagelijks vloggen. En ik wil dan gewoon misschien gewoon gaan proberen voor een maandje. Misschien sowieso eerst voor een week kijken hoe ik het vind. En kijken of jullie het leuk vinden. Maar ik denk gewoon heel erg dat als ik ga weekvloggen. Dat als ik ga dagelijks vloggen. Dat het voor jullie ook veel leuker is om gewoon mijn leven te volgen. En te kijken wat ik nou allemaal precies echt doe. En dat het gewoon veel persoonlijker wordt. En dat ik het zelf misschien ook er veel meer energie van krijg. Want ik merk af en toe, weet je, dan is het weekvloggen. En denk ik van, oh ja, dit is misschien wel leuk om te filmen. Dit is misschien wel leuk om te filmen. En af en toe zitten ook wel allemaal leuke dingen tussen. Maar er zit niet een bepaalde verhaallijn in. En ik wil ook niet zeggen dat er een verhaallijn in moet komen. Maar je snapt wat ik bedoel, zeg maar, hoop ik. Dat zeg maar, dat je gewoon kan volgen wat er gebeurt. Je kan stappen volgen. Je kan zien hoe ik vooruit ga met zingen bijvoorbeeld. Gewoon dat het echt persoonlijker wordt. En ik denk dat ik het zelf heel leuk vind. Ik denk dat jullie het heel erg leuk vinden. Dus laat eventjes weten in de reacties wat jullie ervan zouden vinden als ik zou gaan dagelijks vloggen. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie. Het is tijd om maar en laten gaan. Want ja, ik heb toch wel zin in. Iedereen hier is weg. Dus ik ga gezellig richting Ella. En zij is alleen thuis met haar moeder. En ze vroeg, kan jij lekker de kip gaan maken met de groenten en de rijst? En ik dacht, dat kan ik. Dus ik ga richting Ella. Maar eerst, hey Google, zet alles in de woonkamer uit. Bedankt, Google. Ik heb eigenlijk nog nooit bij Ella thuis gefilmd. Maar dat vind ik een beetje... Ja, ik weet het niet. Het is een beetje... Kijk, dat is wel het moeilijke met vloggen. Je weet natuurlijk niet zo goed wat anderen ervan vinden dat jij vlogt. En ik wil niet zeggen dat de ouders van Ella het niet goed vinden dat ik vlog of zo. Dat niet. Maar meer van... Ik weet niet of zij het nice vinden als ik hun huis film. En als ik hun film en zo. Dat snap ik allemaal wel. Dus daarom doe ik het eigenlijk nooit. Maar ik zat over na te denken van... Oh ja, ik ga er nu heen. Maar toen dacht ik van... Oh, nou, waarschijnlijk ga ik daar niet vloggen. Maar
ik kan eens een keer kijken of ik wel dingen kan vloggen. Want Ella en ik gaan samen koken. Dus we zien het zo wel, maar... Dat je als vlogger, zeg maar... Ja, dat klinkt echt gek, als vlogger. Maar goed, als je dat zeg maar, dat je, als je video's maakt en vlogs maakt... Moet je er gewoon rekening mee houden dat sommige mensen er wel en niet op willen. En sommige mensen vinden het niet nice als je hun huis filmt. De anderen vinden het juist leuk, weet je. Het is altijd een beetje aftast en zo. Oké, jongens, het is tijd voor eventjes weer. En even een nieuw demootje weer. Komt-ie! Ook al ben je met die guy, jij wordt van mij. Hoe ver ik ook maar kijk, zie je in mijn mind. Ook al ben je met die guy, jij wordt van mij. Hoe ver ik ook maar kijk, zie je in mijn mind. Ook al ben je met die guy, jij wordt van mij. Hoe ver ik ook maar kijk, zie je in mijn mind. Ook al ben je met die guy, jij wordt van mij. Hoe ver ik ook maar kijk, zie je in mijn mind. Ja, jongens, dit is weer een demootje. Ik denk dat ik vaker gewoon dingen ga maken en het gewoon elke keer aan jullie ga laten horen. Gewoon dat jullie ook gewoon kunnen commenten in de reacties wat jullie hard vinden. Want ik merk heel erg, ook met mijn nieuwe release, zeg maar, heel veel mensen vinden zeg maar, je hebt Dief in de Nacht en Hey Meisje. En een hele grote groep zegt, ja, ik vind Hey Meisje veel beter. En de andere groep zegt weer, ik vind Dief in de Nacht weer veel beter. Dus ik ga gewoon voortaan gewoon heel veel meer muziek laten horen aan jullie. En dan mogen jullie lekker in de comments lekker losgaan wat jullie vet vinden. En laat vooral eventjes weten in de reactie wat je van die demo's vindt en wat je bijvoorbeeld van dit nummer vindt. En ja, dat vind ik gewoon leuk om te lezen. Daar heb ik echt iets aan, jongens. Dus dat zou fijn zijn. Oh ja, en weet je wat ik ook fijn zou vinden is als jullie zouden abonneren allemaal, jongens. Want ik zag laatst dat er gewoon 65% die naar mijn video's kijkt, is niet geabonneerd. Dus als je die mensen die nu kijken niet geabonneerd zijn, alsjeblieft abonneer op mijn kanaal. En ja, dat zou ik heel fijn vinden, jongens. Ik had het er net over in de auto. Eigenlijk film ik dus nooit als ik bij jou thuis ben. Nee. Kijk. Oh, jongens. Hier is Ella's... Wacht. Want dit mag je even niet. Oh. Nou jongens, ik heb het natuurlijk heel vaak met jullie erover dat Ella alleen maar kerstmuziek wil luisteren en andere dingetjes. Holy shit. Kijk, en wij gingen laatst rollen halen. Je hebt fucking veel. Ja, maar die heb ik toch ook weer bijgehaald. Kijk, dit is onze kattenmand. En dit is een kerstcadeautje. Kerstzoekje. Oh, dit is ook een hele tas vol met cadeautjes. Ja, leuk hè? Oh, zit er wat voor mij tussen? Nee, dat heb ik toch al gezegd. Krijg ik geen cadeau voor kerst van jou? Wat hebben we nou gisteren afgesproken, idioot? Dat we cadeaus voor elkaar zouden gaan doen. Ja, toch in Londen gingen we dat samen kopen. Wat zie je nou? Ik kan er niet meer in knijpen. Nee. Kijk hoe leuk het is ingepakt. Ja, het is wel heel leuk. Nou, Ella is echt... Ella is echt een kerstfreak. Oh. Maar goed, wij hebben net lekker gekookt. We hebben die kip gemaakt met groente, rijst. En wij gaan nu een film kijken. Ella, ik ging een keer op vakantie. En Ella die wilde dan een trui van mij. En dan had ze mijn luchtje op gedaan. En die heeft ze op mijn beer gedaan. Maar ik wil mijn trui terug. Het is gewoon een mooie trui. Hey, kijk, geef terug. Het is gewoon... Auw, help. Oké, ik ga er wel vandoor. Oké, je mag hem nog houden. Maar je moet even thuis een andere pakken, want ik vind deze gewoon serieus mooi. Kijk eens hoe gezellig, jongens. Ze hebben daar dus op het winkelcentrum van die kerstbomen, van die belichte kerstbomen neergezet. Gezellig, maar ik ben weer heerlijk thuis. Ik ben mijn sleutel vergeten, jongens. Dus dat is niet best. Hey. Hey, hallo. Waar rent de opener heen? Sowieso FIFA. Sowieso FIFA. Ja. Hallo. Hallo, hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, lekker. Oh, ben je lekker thuis besteld, jongeman? Ja, lekker hoor. Goed hoor. Potjandori, wat fijn dat je thuis bent, Ruud. Anders had ik hier... Ik heb mijn sleutel. Hoe zou dat echt gaan? Ik liep weg en ik heb altijd mijn sleutel mee en nee. Ik zit in mijn zak. Ja, als we met z'n allen weggaan in oké, dan heb ik meestal geen sleutel mee. Je zou gewoon altijd een sleutel mee hebben, toch? Heb ik? Ja. Deze keer had ik het niet. Gelukkig kon Ruben open doen. Ik heb zo'n slechte gewoonte, jongens. Want als ik zeg maar dus mijn was heb gedaan en ik haal het dus uit de droger, dan leg ik het eventjes voor het gemak eventjes op mijn bed. Maar als ik dan in mijn bed wil gaan slapen, dan moet ik dus eerst weer dit gaan inruimen in mijn kast. En daar heb ik nooit zin in. Maar goed, dat ga ik eventjes doen en daarna ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Een banaantje en een watertje, man. En dit mooie rekje, want wij gaan... Paripa, padepiapa, poproepa, papadellen. Zeker. Yes! Ziek goede ballen. Ja, ik heb net nieuwe ballen gehaald. Nee. Ja.
Ga je filmen hoe we gaan padellen? Nee, dat ga ik niet doen, maar ik heb wel gezegd dat wij jou helemaal kapot gemaakt. Hoezo ga je niet filmen? Zeg dat nou niet. Ik weet niet hoe goed Steven. Nou maar ja, dan moet ik mijn camera heet. Kijk, ik kan gaan dat ook met mijn camera de hele tijd hier. Hier, zo. Interessant. We zijn klaar met padellen, jongens, en ik heb gewoon elke set gewonnen. Elke set. Nou, dan ben ik het warm, zeg. Ja, niet normaal. Jij moest rennen, hè, Steve? Echt, Steve? Nee, om eerlijk te zijn heb ik elke set verloren. Ik lag net lekker op de bank een serietje te kijken, maar er komt straks hier iets naar de deur, Ruud. Want ik heb het open gedaan. Ik wist ook niet wat het was en ik zie het hier net voor de eerste keer door de deur. Oké. Okay. Maar het is een cadeautje. Hallo! Hey! Kijk! Zo, dat is leuk. Hey, wat een gezelligheid! Hi! Hey, Rudolf! Ja, Ricky het rendier heet hij. Oh, Ricky het rendier. Oh, wat is dit? Amsterdamse winterparadijs. Wat top! Nou, wat leuk! Ik ga kijken wat erin zit. Rudolf! Nee, hij heet Ricky. Oh, Ricky het rendier. En we hebben een pakketje gekregen. Ik weet niet wat erin zit. Ik ga eens eventjes kijken. Heb jij net een rendier in de lift gezien? Ja? Die was hier langs geweest. Dat meen je niet. Ricky het rendier was hier net langs. Ik kan het laten zien. Maar ik weet niet wat erin zit. Wat zit erin? Wat zit erin? Ricky het rendier. Nee joh. Nee, wat leuk. Wow. Oh, dat moeten we niet hier hebben. Chardon. Oh, is het wat? Nee, niet, het is een... Oh, ik dacht dat het confetti was. Een zuurstokje. Een beertje. Vriendje voor Richmond. Ja, Richmond. Oh, Richmond. Die komt ook binnenkort weer. Ik ben benieuwd of mensen Richmond nog... Heb ik toen gevlogd? Ja. Oké, voor de mensen die weten wie Richmond is, laat het weten in de comments. Maar, en wat is dit? Is het een geurkaars? Mannen! Wat is het? Shotjes. Oh, leuk. Dropshots. Oh, okay. Echt zijn er veel. Kijk dan, shotjes erbij. Maar ik moet nog even wachten met drinken. En als het goed is hebben we ook een ticket gekregen. Maar ik weet het niet zeker. Ja, nee. Ik heb ook nog tickets, joh. Het Amsterdams winterparadijs. Wat leuk, zeg. Zo, maar ook echt veel. Kijk dit. Zo. Oké, make it rain, boys. Zo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik lig heerlijk in mijn bed. En ik ben echt lekker moe. Maar gewoon lekker moe, dus ik ga... Heerlijk slapen vanavond. Maar goed, vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.